it is such a flexible instrument because they're of different sizes, and you have the little ones and the very big ones. It's not like a piano, which is a fixed thing on the stage, or a tuba or a contrabass, which is more difficult to carry. A recorder, you can move around with it, and if you have the enough ideas, if you collaborate with the proper people, and if you have a concept about technology, then you can do everything you want. It becomes so fascinating. So that's why I think that is actually one of the strongest things of recorder. Nou, het leuke van de mensen die blokfluit spelen en vooral diegenen die zich in een wat ruimer muziekveld bewegen dan degenen die alleen maar oude muziek spelen, is dat ze vaak een enorme hoeveelheid instrumenten hebben. In de bovenste, daar kom ik het minst. Dat zijn alle Oriëntaalse dingen. Dit zijn de 17e eeuwse. Hier zijn de barokken, een aantal daarvan. Dus zeg maar in de 4-15 stemming. Dit zijn de modernachtige in de 4-40 stemming. Ik moet wel zeggen dat het inderdaad een puinbak is. Een blokfluit is natuurlijk een instrument waar het geluid al door de maker is vastgelegd. Je moet er zelf nog wel wat mee doen, maar dan, op zich aan het geluid kun je niet zoveel doen. Dus als je een bepaald stuk speelt wat jij vindt dat een bepaald geluid nodig heeft, dan zoek je daar een fluit bij. En als je dat niet hebt, dan zoek je een bouwer die dat voor je gaat maken. Je kunt pas dingen opschrijven van hoe je het zou kunnen studeren als je 5 opties hebt. Als je kan kiezen en dan ga je de beste kiezen. Ik wist wel 1 manier om multifonic te spelen, maar dat 1 manier om een glissando te maken, ja, daar red je niet mee, want de stukken vragen steeds andere manieren. Dus ik moest eerst 5-6 manieren uitzoeken van hoe dit werkt, maar als ik nou zus doe, werkt dat, hoe werkt dat goed? Ja, dat is het. En toen van Lieverlee dacht ik van over die klankkleuren. Je moet je bewust raken van al die grepen, van dat de gaten open zijn. En dat je per noot verschillende grepen kan hebben. Ja, dat heb ik toen dynamisch gerangschikt. Alleen om inzicht te geven in de complexiteit van het instrument. Dit was eigenlijk mijn eerste professioneel docent. Want in Venezuela had ik eigenlijk niemand. Het was heel veel mensen met liefde voor het instrument, maar geen professionele informatie als het ware. En dit vond ik toch natuurlijk zeer, zeer waardevol. Maar ook tot aan de dag van vandaag als docent zie ik steeds studenten die binnenkomen, dat is op hoog niveau, conservatoren, en die mankeren soms dingen met de rechterhand of met de duim van de linkerhand. Ja.
Maar kennen ze dit dan niet? Blijkbaar niet. Dit is eigenlijk een beetje de bijbel voor blokfluit geworden. Nou ja, ik heb toen wel geprobeerd om het niet gedateerd te laten zijn. In die zin dat ik... Dat je waarheden is een beetje te zwaar woord. Maar dat je zegt, ja, zo is het nu eenmaal. Om te zorgen dat je alles type fluiten goed in je handen kan houden zonder peesontsteking te krijgen. Kun je beter je duim daar zetten en dit en dat. En dan kun je makkelijk... Ja, en dat bleek te werken. Zijn dramatische, in positieve zin, ontwikkelingen. Ten eerste spelen leerlingen nu al stukken die veel leraren vroeger niet konden spelen. Dat niveau, dat is waanzinnig hoog. En wat mij ook opvalt is dat werkelijk alles, maar dan ook alles erin wordt betrokken. Alle mogelijke vormen van theatraliteit, elektronica enzovoort. Het is toch net alsof de rem die op bepaalde dingen vroeger misschien was, geheel is weggevallen. Ja, en dan vind ik met name dat in die blokfluithoek mensen heel gretig op alle nieuwe verworvenheden ingaan. Veel meer dan in de hoek van de strijkers. Omdat die natuurlijk dat heeft er ook mee te maken, zo'n enorme literatuur hebben. Je kan je heel gemakkelijk als je violist bent tot... alleen de barok beperken en dan heb je nog veel te veel muziek waar je in één leven absoluut niet doorheen komt. Dat is bij de blokfluiten anders. Er is eigenlijk niet zoveel echt oorspronkelijke blokfluitmuziek. Dus het instrument dwingt je ook om op zoek te gaan. Buiten de grenzen van wat er is. Ten eerste is het een heel oud instrument. Wij denken dat het zelfs één van de oudste instrumenten is. En ik denk wel dus naast xylofoon en blokfluit, dat zijn dus. En ik wil ook wel parallel leggen tussen oud en nieuw. Dus zo'n echt een crossmedia maken, want elektronica is toch nu actueel en blokfluit is een oud instrument. Dat is één van de redenen. Tweede, het is ontzettend expressief instrument. Je kunt bijna spreken. Dat is, leek mij eigenlijk, omdat ook wel het stuk gebaseerd op poëm, maar eigenlijk wordt in onze productie niet gesproken, nog lezen wij woord of iets, geen subtitles, niets. Dus voor mij was het ook belangrijk om iets zo bijna als stem te vertalen, muzikaal vertalen. Nou, blokfluit is daar uiterst geschikt voor. In my own experience, when I was in my conservatory times, I did the very first project where I called three dancers to collaborate. I didn't know anything about this concept of multimedia or interdisciplinary performances. I just found it so interesting and so beautiful to do.
Then I had this performance, minute 20 of the performance, I was just playing, and then the three dancers comes close to me, and I hear, and they were sweating, and they were really so much into it. And that concept of sweating on the stage and being engaged with everything what is happening next to be only engaged with your instrument, but with the whole thing, that was so fascinating for me. Brugge, Kees Boeke en ik, het trio Sour Cream, gaven een concert in Zuid-Duitsland toen. En daar was een bouwer die ons dit liet zien. Dat gebeurde ontzettend vaak dat je ergens speelde. En dan zijn er ook bouwers die het erg leuk zouden vinden als je op hun instrumenten zou spelen. Dus iedereen biedt zich dan aan. Maar dit was iets van wat wij meteen zeiden van, dat hebben we nog nooit gezien. En dat zouden we best wel eens nodig kunnen hebben voor de allermodernste muziek. Brugge was eind 60 jaar wereldberoemd in de kleine wereld die er was, in zijn eentje. En ik heb met mijn maatje Kees Boeke, wij studeerden allebei bij hem. En we hadden iets van, ja, wat kan hij nou niet? Wat moeten wij nou doen? Want hij kan alles aan. Het enige wat hij niet kan is tweeblokfluiten. Dus wij zijn dingen voor tweeblokfluiten gaan doen. In de oude muziek en in de moderne muziek. Geprobeerd. En dat ging zo snel, zo goed, dat al in 1970 Frans zei van, nou, zullen wij maar met z'n drieën dan doen? Nou, toen hebben we de trio's in kaart gebracht, van heel oud en heel modern, en met synthesizers, maar ook Machaut. En 6 jaar later zei Lucky Star, dus nou, dan doen wij vier. Want dat waren ook studenten van ons. Dus voor de buitenwereld was het dat binnen 10 jaar tijd, was eigenlijk de hele literatuur van blokfluit was georganiseerd vanuit één punt. Sour Cream was vanaf de allerbeginnigste begin, dat was dus in 72, dus wij waren net 2-3 jaar van het kostuum af.
We hadden toen dat idee al gehad, en Frans ook, dat we wilden iets heel avant-gardistisch en iets heel wilds en iets anti-establishment en tegen de gangbare concertpraktijken. En goed, allemaal van die vroege 70er jaren ideeën. Maar het interessante is dat wij waren toen eigenlijk al beducht voor het gevaar dat blokfluit een heel, toch weer een heel stoffig en historisch instrument zou worden of zou blijven. Iets tuttigs. En daar gingen wij met de Sour Cream programma's, gingen we daar vreselijk tegen tekeer door theater erin te betrekken en elektronica, cross tussen middeleeuwse muziek, vreemdste arrangementen, ga zo maar door. Dus alles door elkaar, alles ook erop gericht om het publiek te destabiliseren, zodat niemand meer begreep waar ze nou eigenlijk zaten te kijken of zaten te luisteren. Dit is een hele mooie. Dus je stem begint heel laag. Gaat over in je keelflutter. Dan gaat hij van je keel naar je tong naar je punt. Dus het is een reis, zeg maar, van de lucht van laag naar hoog. Dan krijg je dus een heel raar. Dat was in 1966 wat. Dat zat iedereen. Dat echt niemand meer in zijn programmaboekje te lezen. Die zat echt te kijken, wat is daar aan de hand? Het stuk is gewoon als compositie heel sterk, weet je. Dus ook al zou het publiek dan zo'n eerste deel niet kunnen volgen, dus die discrepantie wat er eigenlijk voor zo'n strijd aan de hand is. Of dan nog is de opbouw van het stuk, want het bestaat uit een anti-ontwikkeling. Het is namelijk dat eerste deel, is dus een complete chaos die langzamerhand overgaat in wat wij noemen een normaal stuk muziek. Is zo goed getimed en is zo goed van spanningsverhouding, dat voor een publiek erg boeiend is. Een stuk waar ik altijd heel veel succes mee heb. En niet, juist niet door het exceptionele, maar gewoon omdat de mensen het
voelen dat het echt een meesterwerk is. Jeelte, 83. Ja. Na de eerste noot geen pauze. Ja. Gewoon to, yo, da, do. Wat je niet moet zoeken bij een blokfluit, dat is kaarsrechte chromatiek, rechte tonen, constanten. Je moet juist aangetrokken worden door het feit dat hoe iemand ook zijn best doet op het instrument, die tonen altijd buigzaam blijven. Dus het heeft, ik vergelijk het ook vaak met de stem, hoe goed je ook je best doet, je kan nooit op tweemaal dezelfde zin op exact dezelfde manier uitspreken. En dat heeft een blokfluit ook heel sterk. Hoe goed de blokfluitisten hun best ook doen. En dat vind ik juist de kracht van het instrument. Terwijl alle andere instrumenten, die intussen helemaal... Er kunnen niet meer kleppen op enzovoort. Dat zijn dus allemaal dingen om ervoor te zorgen dat je dezelfde toon ook inderdaad bijna hetzelfde kan spelen. Daar is een muzikant vaak zijn hele leven mee bezig, om één toon op een bepaald moment op dezelfde manier te kunnen spelen. En daar kan je een leven lang met de blokfluit mee bezig zijn, maar dat zou je nooit lukken. En dat vind ik een hele aantrekkelijke eigenschap. Kijk, de tendens van het schrijven van nieuwe muziek voor alle instrumenten, met name in de hele 20e eeuw eigenlijk, is altijd geweest van om bepaalde nieuwe technieken of nieuwe klanken te ontwikkelen op traditionele instrumenten. En met blokfluit is het natuurlijk niet anders. Dus we zijn meteen gaan zoeken, samen dan met componisten, van oké, wat kun je nog meer voor een zinvolle technieken ontwikkelen op een instrument? Wat kan er eigenlijk allemaal op dit, op zichzelf is dat wel leuk, op dit zo schijnbaar primitieve instrument? Sopraan, heb je een plastic sopraan, ook dat kan. Een sopranino, dat wordt wel pijnlijk. Deze past wel. Deze is helemaal verschimmeld. Mooi, hè? Kun je nagaan.
En dat is dus een klep voor deze pink, omdat je met sommige noten moet je het onderste gat dicht doen. En dat doe je dan op je knie, maar het is veel handiger als je dan dat doet. Dus dan laat je dat door iemand maken, dan zet je dat er gewoon op. Het is eigenlijk niet zo opvoedkundig om zo'n chaos te laten zien aan andere portretisten, want zo moet je eigenlijk niet met je instrumenten omgaan. Maar ja. Een tenor die is een keertje, die viel een keer van het podium af, het kopstuk, en die brak in tweeën, een uur voor het concert. Dus die heb ik toen met een beetje houtlijm. En dat werkt nu al 30 jaar. So when I started feeling like I wanted to be a musician and play music, the recorder felt like the obvious choice. Even though I hadn't really studied it or I didn't know anything about it, I wanted to get to know it. Just because the feeling of playing was so great. That's the only way I can explain it. And I love the idea of there being all of this repertoire you can play. Medieval, Renaissance, Baroque. I didn't even know about modern repertoire then. So when I found out about that, that was a big bonus. I think you can get then more energy from things, you know, the universum, the big bang. It's now a bit separated, eh? How you're doing. You're doing chick, perhaps, and that's why nothing happens. It's just, okay. Yeah. That's why, therefore, this becomes a big problem. Yeah, and that will be weg as yes. well. Yes, of course. Weg. Moet weg. Yeah. In Nederland is de blokfluit zeer prominent aanwezig bij mensen die veel meer willen dan dat elementaire. Dus ik kwam op het conservatorium ook mensen tegen en ik hoorde dat. En toen dacht ik, god, dat is eigenlijk een sterk onderschat instrument, daar kan veel meer mee. En als er dan ook nog iemand op je afkomt en die zegt, maar wil je dan een stuk voor me schrijven? En dat gaat goed, dan volgt er eigenlijk vanzelf meer. En dat kan je natuurlijk beantwoorden of niet, ik heb dat wel gedaan. En daar heb ik absoluut geen spijt van gehad, want ik vind het een geweldig soort avontuurlijke muzikanten. Ga naar achter. Thank you.
four. Yes. Yeah. Otherwise, it's a bit risky. I make a little break. It's going to be longer. Yeah. Much longer. We gaan dus Fuerza meteen naar het Ultra Fuerza 1. Maar hoe eindigt het Ultra Fuerza? Hetzelfde. Oké. Thank you.